Je werkt met de databasefuncties DB aantal en DB aantal C. Als voorbereidend werk werd de titelrij van de database reeds volledig gekopieerd. Je wil weten hoeveel producten je hebt van leverancier union in groep 2. Geef de criteria in. Typ union in cel E2 en 2 in cel G2. Klik op cel I2. In cel I1 werd reeds een titel ingetipt. Klik op functie invoegen. Selecteer de categorie database en kies de functie DB aantal. Bevestig met OK. Het dialoogvenster functie argumenten verschijnt. Bij het vak Database kies je het cellenbereik A5G17. Als veld neem je cel G5 en in het vak Criteria geef je het cellenbereik E1G2 in. Klik op OK. Bekijk de gemaakte formule in de formulebalk. Wijzig in cel G11. De nummer van de groep naar 2. Het resultaat in cel I2 wordt aangepast naar 3. Je wil weten hoeveel producten er zijn met een aankoopprijs hoger dan 1 euro. Typ het criterium groter dan 1 in cel D2. Klik op cel I4 onder de reeds ingetipte titel in cel I3. Ga ja, nogmaals naar het dialoogvenster Functie invoegen. Kies in de categorie Database de functie db aantal c. Bij het vak Database kies je het cellenbereik A5G17. Als veld neem je cel B5 en in het vak Criteria selecteer je het cellenbereik D1D2. Klik op OKé. OK. Bekijk de gemaakte formule. Wijzig in cel D7 de aankoopprijs naar 1,20 euro. Het resultaat in cel I4 wordt aangepast naar 7.